deze nieuwe video van Polestar. Wij zijn nu naar de kindertour aan het wandelen. En speciaal te voet gegaan. Ook wel een beetje omdat de banden van de andere visie ook plat staan. Dus, maar ook omdat tante vandaag komt naar de markt. En ja, meestal pakt hij me terug mee naar huis. Dus ik dacht, dat is misschien wel een goed idee om dan te voet te gaan. We moeten nog wel een eindje wandelen, want we zitten hier nog maar. Ik weet ook niet hoe het begint, dus... We gaan wel even vragen of het papier telt voor aan te schuiven. Dan ga ik het eerste doen. Dus we moeten nog helemaal tot aan die kerk die daar zit wandelen. Dus ik heb mijn mooiste kleding boven gehaald. Allee, tweede mooiste, want de andere zijn nog mooier. Maar deze vind ik al passen om aan te doen, deze broek. Vind ik al cool. Dus ik heb mijn Engels gesmeerd en als we nu nog verbranden, dan weet ik het niet meer. Dus meer kan ik niet doen. Ja, ik ben wel een beetje spanning. Dus dat wel. Ja, eigenlijk is het gewoon zo anders als 3 jaar geleden of zo, maar het is toch op een andere manier eigenlijk. Het is toch wel een stukje. Alles doe ik precies voor de eerste keer opnieuw. Zo voelt dat aan. Dus we gaan eens kijken. Hier heb je dat park. Hier is het park. Maar dat moeten we vandaag eens niet zien. Dus dat is wel een versierd speeltuin. Zo'n wind. Maar als het overblijft, is het al van huis. Graaf terug is, dan ga ik eens vragen voor zoiets voor de wind voor erop te zetten, zodat jullie mij zeer goed begrijpen als ik iets moest zeggen. En eventueel zo eens kijken voor een microotje voor erop als dat moest gaan. Dus dan gaan we allemaal goed kijken, maar eerst gaan we eens kijken voor wat er al te zien is. Nog niet veel te horen, maar misschien wel veel te zien. Dus eventjes voor alle verduidelijking, ik heb dus mijn papier laten zien. Dus ik mag, als ik iemand op de foto wil, hoef ik aan te staan. Dan hoef ik niet aan te schuiven, dus dat is ook een voordeel. En dat heeft te maken met mijn beperking. Dat ik dat niet moet aanschuiven. Dus ik ben wel blij dat ik dat niet moet doen. Mensen gaan niet heel lang moeten aanschuiven. Zeker voor like me was dat de vorige keer ook zo heel hard. Dus daar ben ik wel blij mee. En juist wachten wat het aan is, want die zou zeker en zo. We zijn nu te wachten. We staan hier nu bij door dat ik dus een beperking heb. Maar ik dus hier aanschuiven en andere mensen staan aan de andere kant aan te schuiven. En het is natuurlijk al spannend en ook wel een beetje zenuwachtig eigenlijk. Want ja, ik heb wel eens een keer ontmoet. Maar het is toch elke keer dat je toch moet vragen. En dat is toch wel, ja, dus daar krijg je wel wat stress van. Dus ik pieper echt helemaal, maar dat komt helemaal goed. Dus het is niet de eerste keer dat ik dat vlog, dus dat lukt niet. Maar het is echt heel druk. Niet normaal. Het is echt super, super druk. Dus ja, we kijken wel naar uit. Dus tof. Mijn tante is nog onderweg naar hier, of die ziet mij gewoon niet staan, dat kan ook. Want het is kei druk momenteel. Kijk, dit is wat er te zien is. En ik denk niet dat ze mij ziet staan vanaf hier, dus denk ik. Maar dat komt daar goed. Ik ga even zoeken. Hoi. Hey. Hallo. Thank you.
hey, still nice to meet you, man. Ik ben hier. Ja, you kind of know me. Alsjeblieft, geniet ervan en dat wordt echt super tof. Dankjewel. Help.
Ja, ga maar zo. Wacht even. Hallo. Hallo. Ja, volgende. Like me. We staan al lang. We staan echt al lang te wachten. Ja. Heb je het leuk? Ja, jij? Yeah. Ja, ook heel leuk. Nee. Ik ga wel. En dan is het ons beurt. Ga je er alleen mee of met mama mee? Ja, oké, klaar. Ja, volgende. Ik heb een Dus het was super leuk om met Like Me op de foto te gaan. Het was gezellig. Ja. Dus met dit een leuke video, dat zeker een duim omhoog en vergeet niet te abonneren.